Ik heb voor STVV gekozen omdat als een jonge speler wilt je veel minuten maken in eerste klasse. En in Gent was dat momenteel moeilijk. En STVV was geïnteresseerd, dus dat leek mij wel een mooie club. En aangezien dat ze het vorig seizoen zo goed gedaan hebben, overtuigde mij dat wel. En daarom dacht ik, denk ik dat STVV wel een goede keuze is. En hopelijk kunnen we nog mooie dingen samen beleven. Ja, het is een leuke club met goede spelers, leuke spelers, een goede sfeer. De omgeving is hier ook wel leuk, dus ik voel me hier wel goed, ja. Goh, ik ben niet echt een topstudent geweest. Eerst heb ik altijd in Maldenhem, waar ik woon, op school gezeten. Maar met de voetbal was dat soms moeilijk te combineren. En dan ben ik naar Gent naar school geweest omdat dat beter zou gaan dan een sportrichting gedaan. Geen topsport, gewoon een sportrichting. Omdat ik daarna school mijn studies daar kon doen en dan naar training zou kunnen gaan. Dus dan vanaf mijn vierde middelbaar heb ik topsport gedaan. En dan was ik ook doorgeschoven naar de A-kern in Gent. Dus zat ik niet veel in de les meer en zo. Dus was het wel moeilijk voor mijn leerstof allemaal bij te houden. Maar ik heb toch mijn diploma kunnen halen, dus daar ben ik wel blij mee. Ja, dat was... Ik moest niet lang nadenken voor wat ik zou doen later, dus dat was al vanaf mijn kleins af aan dat ik met een bal bezig was. Dat zat een beetje in de familie, sportieve familie, dus dat was al snel duidelijk. Ah, dat is wel een leuke sfeer hoor. Je kijkt daar al even naar uit. Het was nog nooit gebeurd dat we samen op het veld hebben gestaan. Maar die toeleving is wel leuk, van als mijn broer zou bij zijn of niet gaat spelen, vraagt hij dan. Soms zou hij zelf durven de opstelling vragen, maar ja, ik ken het. Het is een beetje die strijd voor die match in goede baan te kunnen leiden. Maar dat is wel leuk. Maar het is nog nooit gebeurd dat we samen op een veld hebben gestaan. Dus dat moet nog een keer gebeuren. Ongelukkig was het in de beker dan dat ik geblesseerd uitgevallen ben. Dus. Ja, in Gent had ik nummer 29 toegekregen. En, ik heb dat was zonder kiezen eigenlijk. Dat was zo een keer dan ze op de Europese lijst voor de Europa League. En moesten ze mij op de lijst zetten en dan kreeg ik nummer 29. Dus dat nummer had ik dan in Gent. En ik wou dat graag nu ook nemen, maar Elton heeft dat. En mijn broer had in de tijd, begin van het seizoen, te horen gekregen van welk nummer dat hij zou willen. En we hadden graag hetzelfde nummer gepakt. Dus mijn broer pakt 29. Maar dat was hier al bezet, dus dan dacht ik gewoon dicht in de buurt van 29 blijven. En mijn broer zei, pak maar 28, dus van, niet dat dat zoveel uitmaakt voor mij, die rugnummer, maar voor de moment niet, maar dat wordt wel een keer tijd, omdat ik zit hier nu alleen en het zou wel leuk zijn om een vriendin hier te hebben voor een beetje thuis houden, koken en zo, dat zou wel handig zijn. Dus misschien snel, hopelijk.